met deze nieuwe vlog. Dacht, pak de camera er weer bij. We gaan een vlog opnemen vandaag. Het is vandaag maandag en op maandag ben ik altijd vrij van werk op kantoor. Ik werk 4 dagen in de week. Want op maandag probeer ik, nou ja, best wel veel te doen. Te schoonmaken, wasjes, boodschappen, kaarsen maken, video's filmen voor YouTube en het liefst nog editen. En nog liefst sporten. Dus een drukke dag altijd. Maar vandaag is het eindelijk een beetje klaar met de warme zomerdagen. Ik durf het niet te hard te zeggen, want ik zie het ook in één keer weer warm worden. En mensen vinden dat toch lastig om te horen dat de zomer afgelopen is. Een beetje, ja, ik heb daar geen moeite mee. Ik heb er helemaal zin in dat het dus wat kouder wordt. Woensdag wordt het 14 graden, zag ik, met regen. Perfecte herfstdag. Ik vind het dus heerlijk als ik die huishoudelijke taken ga doen op een dag. Dat het dus een beetje wat koeler is het weer. Wat regent. Ja, ik vind dat heel gezellig. De herfst komt er natuurlijk aan. Dus ik zit er al helemaal in. Ondertussen even wat wasjes doen. Vandaag heb ik dus ook die huishoudelijke taakjes die ik lekker wil gaan doen. Ik vind dat dus echt heerlijk om te doen. Wasjes uithalen, draaien, bed in de was. Ik ga nog even boodschappen doen en ik ga nog naar de Action toe, want het is zo leuk nieuws. Even kijken, heb ik alles? Ja. Action heeft dus gevraagd of ik ambassadeur wilde worden. Dat is echt fantastisch. Dus ik ben dus ambassadeur van de Action, mega leuk. Dus ik ga straks naar de Action toe. Ik heb wat giftcards gekregen en dan ga ik wat content maken. Dat zet ik op TikTok. En van alles wat ik ga halen, want het is een heleboel, want het is een giftcard waar echt veel op staat. En ja, ik ben echt dankbaar dat dat kan en dat dat mag. En dat is toch gewoon fantastisch. Het is toch gewoon een droom dat je voor je werk gratis mag shoppen bij de Action en daar content over gaat maken. Ik vind dat zo vet. Maar in ieder geval, ik ga dus allemaal dingen halen. Ik heb al helemaal gekeken wat ik wil gaan halen. Veel herfstdingetjes. Kerstdingetjes kan ook nog. Maar in ieder geval, daar wil ik een aparte shoplog van maken. Van alle dingetjes die ik heb gehaald. En dus dat ik daar ga shoppen en TikTok. Dus het is een contentdagje en tegelijkertijd een huisdagje. Want we gaan lekker schoonmaken, opruimen, boodschappen doen. Ik heb er helemaal zin in. Ik ga even de was doen. Het is wasparfum, wat echt fantastisch is. Het is van het merk Hypno Casa Italy. Zo lekker. Maar altijd als ik mijn beddengoed was, dan gebruik ik wasverzachter. En dan heb ik dus deze. En ik zag dus nu dat er een herfstvariant is met pumpkin spice bij de Aldi. Dus die wil ik eigenlijk ook nog scoren, want dat wil je. Aankomend weekend ga ik dus mijn huis, of ons huis, decoreren met herfst. Ik heb er zoveel zin in. Dit was eerst wat ik thuis zeg maar al had, deze doos. Er is gewoon een doos bijgekomen aan dingen. Ik heb er echt onwijs veel zin in om lekker te decoreren. Dus dat ga ik dit weekend doen. Ik kan niet wachten. En ik heb dus de afgelopen tijd, want ik heb natuurlijk mijn eigen kaarsen webshop of bedrijfje eigenlijk. Het heet Co-Season. En dan maak ik per seizoen eigenlijk kaarsen en verschillende geuren. Het is allemaal handgemaakt en 100% natuurlijk. Dit is Autumn Air van mijn collectie. En ik vind hem echt fantastisch geworden. De geur is niet normaal. Deze geur is kaneel met orange. Die combinatie is echt herfst in een pot. Kijk nou, dit is toch helemaal gezellig. Dus die heb ik. Ik heb hier de pompoentjes klaarstaan voor de andere kaars die eraan komt. En ik heb nog meer. Dit is toch helemaal fantastisch. Oh, als ik elke keer deze deur open, dan denk ik wauw. Zo blij mee. Ik heb spookjes gemaakt. Pompoenen. Ik heb nog koekjes, maar dat zit in verpakking. En deze vind ik ook echt fantastisch. Dit is Fall Festival. Dit is ook echt een heerlijke kaneelgeur. Het is toch heerlijk. Alles is dus handgemaakt. Oh, deze geur is echt fantastisch. Ik zei tegen Sander, eigenlijk wil ik het liefst alles houden. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar ik wil van elke kaars één houden. Maar ja, dat ga ik niet doen, want het is best duur om dit allemaal te maken. Dus ik heb de verkoop ook gewoon nodig. Maar oh, eigenlijk wil ik gewoon van alles één houden. Maar goed, dat gun ik mezelf dan niet. En ik heb hier een soort, ja, Gilmore Girls koffiekaars gemaakt. Ik dacht, oh, dit vind ik ook leuk. Een Esma candle met een soort herfstblaadje als biscuitje. Leuk toch?
Och, deze ruikt ook zo lekker naar koffie. En alvast een sneak peek van kerst. Dus ja, helemaal leuk. Dat doe ik allemaal hier zo op zolder als kantoortje. Even een ongegeneerde zelfpromo. Co-season. Goed, door met de was. En dan ga ik naar de action en boodschappen doen. Ik heb dus een mega pakket binnengekregen. Echt niet normaal. Van Yewang. En Yewang, dit is trouwens niet betaalde samenwerking. Ik heb wel de kleding opgestuurd gekregen. Maar Yewang, dat verkochten wij altijd in de kledingwinkel waar ik altijd heb gewerkt. In Nijverdal. Dat was Lily Fashion. En dat is dus een B2B webshop. Maar je kan dus nu ook als gebruiker, dus een jij en een ik zeg maar, kun je daarop shoppen voor B2B inkoopprijs. Het verschil is groot. Nu heb ik dus een kortingscode voor jullie. Met de code FLOOR20 krijg je 20% korting bij Yewang. Alle nieuwe gebruikers, dus dan moet je wel eerst even aanmelden. En ik heb dus heel wat besteld, dus ik dacht ik laat het heel even snel zien. Ik wil namelijk geen shoplog maken, maar ik vind het wel leuk om even snel te laten zien wat ik heb besteld bij Yewang. Allemaal herfst items. Deze heerlijke trui. Ik heb alles in een maatje M. Dan deze hele mooie sweater dress. Kijk dit kleurtje. Echt zo'n camel kleur. Ik vind hem echt helemaal leuk. Dit is toch fantastisch voor de herfst. Die heb ik besteld. En de prijzen zijn echt top. Je moet daar echt even kijken. Deze broek. Deze lijkt me ook echt heerlijk. Dit kleurtje voor de herfst. Oh my god. En dan zo'n wijde broek. En dit is misschien ook wel gewoon echt heerlijk voor thuis. Bijvoorbeeld voor zo'n dagje als vandaag. Dat je gaat schoonmaken. Heerlijk. Leuk. Leuk kleurtje. Ook weer maat M. Deze trui heb ik besteld. Kijk nou. Die details van die mouwen. Oh, deze had je ook in allerlei verschillende kleuren. Maar ik wilde een roze trui. Zo leuk. Dus die. Oh, echt veel hè. Zo leuk. Dit is natuurlijk ook helemaal in. Ik wilde hem eigenlijk in het groen, maar die was in mijn maat uitverkocht. Dus toen dacht ik, nou, rood vind ik ook leuk. En dan met een witte trui of zo, of een zwarte trui. Dus dit is zo'n wijde broek, wat je nu heel erg veel ziet. En dan met een zwarte en witte streep aan de zijkant. Dit zit ook, denk ik, echt heel erg lekker. Dan nog een zwarte sweater. Maar dit is met zo'n zip. Kijk. Deze heeft zo'n rits en details met van die kabels. Dan heb ik nog deze sweater. Ja, ik heb echt allemaal truien gekocht. Echt heerlijk voor de herfst. Deze vind ik ook heel leuk. Zwart, wit, mooie ballonmouw. Oh, die hadden ze ook met de combi roze-rood en oranje-rood. Of oranje-roze, wat je nu heel veel ziet. Maar goed, ik ging voor zwart-wit. En dan nog deze. Dit is echt de perfecte herfstjas. Een trenchcoat. Kijk nou. Zal ik hem even aandoen? Helemaal leuk. Dit is toch leuk. Ik vind dit echt helemaal leuk voor de herfst. En je kan hem nog zo dicht doen. Een lekkere trench. Dan nog deze ketting met bedels. Dit is echt een vloerketting met die vlinder. Die vind ik echt prachtig. Ik heb deze oorbellen. Zo mooi. Van die zonnebloemen. Deze oorbellen. Ook echt geweldig. En deze ring. Vind ik ook heel leuk. Dus nou echt helemaal blij mee. Deze ketting. De ring. De oorbellen. Nou, helemaal blij mee. Ik ga nog even snel kijken wat we allemaal nodig hebben qua boodschappen. En dan ga ik dat even op een lijstje zetten. Ik maak eigenlijk altijd een lijstje in mijn notities. Dat vind ik gewoon ook makkelijks werken. Dus ja, ik ga hier even in spieken wat we allemaal nog nodig hebben. En dan en überhaupt welke, wat we gaan koken qua recepten. Ik denk dat ik iets met curry een keer wil doen. Lekker curry, kokosmelk. Ik ga even kijken. Alles staat nog zo mooi in bloei. We hadden van die hangplanten, hè. En deze bijvoorbeeld ook, die was echt helemaal dood van mijn oma en die wilde hem weg. Toen zei ik, wacht, ik had op Facebook gezien, kun je kort knippen en dan gaat het weer bloeien. Kijk dan, het is weer helemaal opnieuw aan bloeien. Hier ook. Hier komen alweer nieuwe uit. Dus dat heb ik hier ook gedaan. Dus dat is wel leuk om te zien. Hortensia ook, als je zag hoe het in april, toen hadden we het, zeg maar, we hebben in maart dit huis gekocht.
En in april hebben we dit allemaal geplant. Het is zo snel gaan groeien. Ik vind het ook zo mooi. Het is een beetje dat rozige met groen. Dus die doen het heel goed. We hebben aardbeien. Die doen het heel goed. Die zijn echt nog heerlijk aan het bloeien. Daar hebben we ook al best veel aardbeien van gegeten. Ze zijn zo lekker zoet. En die aardbeien heb ik ook hier. In dit. Wat zijn die witte? Wat is dit? Geen idee. Maar goed, aardbeien. Hier nog mandarijnen. Daar mandarijnen. Helemaal leuk. Eigenlijk onze schuur ook een keer helemaal opruimen en zo. Want het is best een klein schuurtje. We hebben hier op de container staan omdat wij de konijnen hier natuurlijk hebben staan. Hi Nala. Dus je moet een beetje passen en meten hier. En dan hier vaak bier, de achterbezems en zo. Maar we hebben een hele fide in de punt. En daar hebben we eigenlijk helemaal niks op staan. Dus misschien, ja, je gaat geen container natuurlijk daar doen. Maar je hebt hier natuurlijk ook al die kasten. En die zitten ook bomvol. En ik moet dat gewoon een keer opruimen. Ook met verf, wat we hebben gebruikt voor het huis. Dus ik denk dat die verf en zo allemaal daarboven ergens gaan neerzetten. Zodat we plek over hebben. En dan kun je daar bijvoorbeeld kratten bier doen. Dan heb je wat meer doorgang hier om te lopen. We hebben nu ook de barbecue hier staan. Want ja, het barbecue weer is gewoon voorbij. Dus dat wil je ook gewoon lekker droog hebben. Dus ja, ik moet hier gewoon een keer even doorheen. Het is echt ontploft. Maar goed, dat ga ik een keer in het weekend doen. Misschien wel aankomend weekend. Gewoon alles hier opruimen en organiseren. Op naar de Action en daarna boodschappen doen. Oh my god, ik heb nog nooit zoveel gekocht, denk ik, bij de Action. Het was fantastisch. Dus een samenwerking met Action voor TikTok. Nou, echt, die TikTok staat online als jullie dit zien. Ik heb allemaal filmpjes gemaakt. Ik stiekem ook al wat kerstdingetjes ook gezien en gehaald. Dus ik heb 2,5 tas vol. Ook dingen om weg te geven aan mijn moeder en aan mijn zus. Want ik wilde zo'n herfstpakketje maken met fijne herfst. Zo'n eikelmand. Die kreeg vast van de Action en dan met allemaal leuke dingetjes erin. Dus dat was leuk. Ik ga nu naar de Dirk boodschappen doen. En dan lekker naar huis schoonmaken. En is boodschappen aan het doen bij de Dirk. Dit is toch fantastisch. Zo leuk. Nou, ik ben terug van boodschappen doen. Dat ga ik allemaal even inruimen. En ik kom niet later om deze mee te nemen. Leuk hè? Dat is leuk voor hier. Daar moet ik nog een beetje mee spelen. Tijd om een video te filmen wat ik heb geshopt bij de Action. Nou jongens, de aftermath van filmen. Oh, en dat biertje trouwens, die stond op de bank. Die vond ik ineens, want we hadden gisteren een verjaardag. Nou, whatever. Dus dat ja, heb ik even weggehaald. Maar het is echt heel veel. Ben je benieuwd wat ik allemaal heb gehaald? Kijk dan even de shoplog, die komt online. Dus abonneer op mijn kanaal. Maar ik heb zoveel zin in kerst, maar eigenlijk ook vooral in herfst. Ik heb allemaal herfstdingen ook gehaald. Zin om dit allemaal lekker te decoreren en helemaal gezellig te maken. Ik heb daar gewoon echt behoefte aan ook. En wat wel leuk is om te laten zien. Ik heb dus 3 van deze mandjes gehaald. Eén voor mezelf, één voor mijn zus en één voor mijn moeder. Want die wil ik aan ze geven als herfstcadeautje. En dan heb ik er een kaars in. Die Apple Crumble. Oh. Halloween M&M's. En een paddenstoel. En dan wil ik er nog een kaartje bij doen met fijne herfst. Dus nou, helemaal leuk. Dus dat pak ik nu even eruit. En dan ga ik dit allemaal opruimen. En dan ga ik het huis schoonmaken. Oké, ik ben bezig met alles opruimen. En ik heb dus hier alle voetbaldingetjes ook van Sander. Maar eigenlijk wil ik daar een plek voor maken in de schuur. Want hij komt altijd hier met zijn voetbal. Want die tassen passen hier eigenlijk nooit goed in. Dus eigenlijk wil ik nu, want nu is het eigenlijk ook nog wel goed weer ervoor. Wat ik vanochtend vertelde met het hier opruimen. Ik weet niet wat ik mezelf nou weer op de hals jaag. Want eigenlijk moet ik ook schoonmaken. Maar dat ga ik sowieso doen. Goed, ik wil gewoon even plekjes
gewoon dat die deur weer normaal hier open kan. En dat ik dus plek heb voor bijvoorbeeld Sander. Want hier heeft hij ook zijn voetbalschoenen. Nou, dat kan net zo goed dit zijn kastje worden voor de voetbal. Dus dat wil ik eigenlijk nu doen. Ja, daar heb ik eigenlijk ook helemaal geen zin in. En daar bijvoorbeeld allemaal verf en zo. Dat kan dus wel boven staan. Dus oké, dit is before. En hier is het bijvoorbeeld ook leeg. Dus daar kan misschien iets waar ik niet zo snel bij hoef. Nou, en dan hebben we hier de bierkoelkast, een vriezer extra. En dan nog rode wijn en zo. En troep. Oké, ik ben klaar. Echt helemaal bezweet. En ik voel me helemaal vies ook. Want er vliegen allemaal vliegjes en gewoon spinnenwebben. Ik ben daar bovenop geweest. Allemaal spinnenwebben. Ik voel me helemaal vies. Maar goed, ik ga zo lekker schoonmaken dus nog binnen. En dan douchen. Maar hier hebben we nu lekker veel ruimte over. En dan hier onze festivalschoenen. Dus dat vind ik gewoon vies. Dat mag lekker in de bijkeuken staan. Sanders en barbecue dingetjes. En dan hier gewoon wil ik eigenlijk nog wat meer manden met voor straks de mutsen, sjaals, handschoenen. Want dat zit nu allemaal hierin. Zodat het iets minder vol zit. Nou, en dan dus de schuur. Kijk, ik ben dus daarboven geweest. Daar hebben we nu alle verf en... Of als ik naar de dierenarts moet, zo'n meeneemhok, reishok, het zwembad. Dat heb ik gewoon daar allemaal gepleurd. Dat kan gewoon prima daar staan. Nou, en dan heb ik hier nu gewoon leeg. En dan hier kun je gewoon heel chill nu alles open doen. Coolbox. Dit is barbecue, limonadetap, frituurpan, voetbal. En sprayverf, want dat wil ik niet op de trap naar boven doen. Want als ik een do-it-yourself maak, dan vind ik dat wel chill. Nou, deze kan heel lekker weer dicht. Hier heb ik alles voor mijn konijnen, dus de tools en voer en dat soort dingen. Die heb ik lekker leeg gelaten, daarboven ook, want daar kom ik toch niet bij, dus dat is leeg. En hier gewoon voor buiten planten, stekpotjes en gieter en zo. Tot ik de herfst decorate with me ga doen. Dan ga ik dus filmen. Maar dan kan ik dus deze ook neerzetten en gebruiken. De pumpkin cupcake van Bath & Body Works. En dan straks met Halloween bijvoorbeeld deze. Of deze van Cool Friends. Heerlijk. En deze straks met kerst van de TK Maxx. Zit ook echt al zeep in. Winter en vanilla snowdrops. Deze ruikt zo lekker. Het is gewoon zo prachtig. Oh. Ik heb er helemaal zin in. Deze is trouwens ook onwijs lekker van Maristella Marie. Objects de Amsterdam, nummer 12. Oh, ik ga er gewoon heel goed op. Dus deze leg ik bovenop, zodat ik hem gauw kan pakken. Want het is bijna zover. Het is dus lekker aan het regenen. Ik ga koken. En even kijken. We gaan bloemkoolrijst eten met... kabeljauwfilet en ik ga een curry maken. Dus lekker met kokosnootmelk. Deze gaan erdoor. Ik zal het recept wel even laten zien. Deze van Jamie's Kitchen. Dus die ga ik lekker maken. Oké, dit ziet er heel raar uit, maar ik heb het zo koud. En deze broek, dit is een broek trouwens, en die is zo lekker zacht. Ik ga lekker douchen, mijn haartjes wassen en dan trek ik deze heerlijke broek aan. Oh, zo lekker. We zijn de hele avond gewoon lekker B&B aan het kijken. En we hebben net gegeten, het was trouwens echt een heel lekker recept. Ik ga lekker douchen en dan sluit ik de vlog ook af, want we gaan dus nog verder B&B kijken. Ik ga nog lekker een theetje nemen en dan uiteindelijk lezen en slapen. Ik heb trouwens één tip voor jullie. Ik lees namelijk dit boek.
En dit zag ik op TikTok. Lijken liegen niet. Van Olivier van Os. En dit is dus het verhaal van Pretty Little Liars. Maar dan in een boek. En ik ben er dus nu net in begonnen. Ja, het is echt het begin van Pretty Little Liars, zeg maar. Dus mega leuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat eindigen. Maar tot nu toe echt een tip. Nou, ik trek zo lekker deze broek aan. Dit was dan de vlog. Vond je het nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Ik ga vaker denk ik een dagvlog doen. Ik vond het wel in ieder geval heel erg leuk. Ik ga lekker warm douchen en dan zie ik jullie tot de volgende video weer. Doei doei!